easy cause there's no stress. I know it's not enough for crime, something special in my mind. Nothing's gonna cause me distress. Free Funk Festival 2008, hier in Venlo. Het was in één woord geweldig. Je ziet, het is nauw donker. Het is heel de dag droog gebleven, godzijdank. Hoe het vandaag was, dat zie je nu op R54 TV. Geniet ervan. Explain myself, but don't stop dancing, just listen to me. Lekker aan het dansen. Ja, zeker. Lekker sfeertje hier zo. Lekker helemaal los. Je komt niet hier vandaan zo te horen. Nee, ja, wel. Ik doe mijn mond. Uit Sandy Beck. En waar komen jullie vandaan? Horst. Dat is in de buurt. Ja, precies. Eerste keer? Hier? Voor mij wel, ja. Ja, ik ben vorig jaar geweest. Dat is ook echt leuk. De oudste bezoeker ben hier van een Freeport, denk ik. Hoe oud ben jij? U. Ja, maar ik zeg expres jij, dan lijk je weer jonger. Misschien gewoon hier, hè? 53 hoor. 53, is dat niet zo heel oud? Morgen jarig? Nee, 16 november heb ik weer een feestje. Voordat ik het vergeet, want ik weet niet of ik je voor die tijd nog spreek, alvast hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. En nog fijn feest. Naast mij staat de bekende DJ uit Venlo. De DJ uit Venlo, valt ook wel mee hoor. Hey. Mingos. Hoi. Telefoneer lekker verder jongen. Ja, dankjewel. Oké, hoi. Amen, just get closer. Let it take over. But don't stop dancing, just listen to me. I've been on this big of life before. I told myself don't do this no more. As you can see, I'm killer dead. Hey Michel, leuk je te zien hier op het Free Funk Festival in Venlo. Ja. Ik geef je even een flyer van Radio 54. Okay. Heb je er zin in? Ik heb mijn zin, ja. Jij bent echt de hoofdact vandaag, hè? Meen je dat? Ja, dan de hoofd erop? Ja, maar de laatste, er zijn al grote namen geweest. En jij mag even gaan knallen aan het einde. Nou, ik ga mijn best doen. Ik heb wel mijn zin. Ik ben uitgeslapen. Dus ja, het moet helemaal goed komen. Wat heb je vandaag gedaan? Geslapen. Ja, geslapen en gegeten. Nou ben ik klaar om lekker te gaan draaien. Heb je nog iets speciaals in petto voor alle... Ik heb gehoord 22.000 mensen vandaag. Oh, wat goed. Nou, ik hoop dat ze alle 22.000 even komen dansen. Ben ik helemaal blij. Maar heb je nog iets bijzonders? Ja, ik heb een onwijs mooie paaldansact. Dus die ga ik halverwege doen. Dan gaan alle kleren uit. En dan gewoon lekker draaien en zorgen dat iedereen uit zijn dak gaat. Dat wordt de basis. Super. Michel Dai, dankjewel. En heel veel succes. Dankjewel. Hoi. Probeer je op te stijgen. Ja. Wil het lukken? Huh? Ja, je hebt hele grote ballonnen, hè? Ja, of niet? Ik heb het idee dat jij zo van Sensation White afgelopen komt. Ja, daar kom ik ook vanaf. En heb je hier je afterparty? Hier mijn afterparty, tot 12 uur. En dan even wat drinken, sigaretje roken, en dan lekker naar bed en mooi weer vroeg rijden. En wat was nou beter? Free Funk Festival of toch de Amsterdam Arena? Ja, het is allebei leuk. Het is gewoon allebei leuk. Kom. Hey, we hebben een hele mooie zonnebril. Dank je, wat ook de bedoeling. Wat vind je van die van mij? We love Sandy Beck.
Nou, mijn is beter. Stylish, jongen, stylish. Is die meesterlijk? Nee, mijn is beter, mijn is roze. Ja, wat vinden jullie, welke is beter? Mijn is zonnebril. Hij is stylish. Die van mij is stylish. Ja, ik vind dit een heel mooi initiatief van Venlo. Gemeente Venlo, props voor jullie. Ik kom hier nooit. Ik denk, ik ga maar eens een keertje wat leuks doen hier in Venlo. Nou, heel goed. Goed uitgepakt, echt waar. Ja, je valt gelijk met je spreekwoordelijk, val je gelijk met je neus in de boter. Ja, eigenlijk wel. Ik kom hier echt nooit, dus hè. En dan zie ik zoiets hier staan en denk van wauw. Je ziet eruit alsof je er al een hele lange dag op hebt zitten. Ja, inderdaad. Ja, je zit zo volgens mij een beetje voor je uit te kijken van wat is het ook allemaal mooi, maar ik ben eigenlijk ook wel heel erg moe. Nee, ik ben niet moe, maar hier word ik een beetje moe van. Ik vind Michel Nahe een beetje te soft voor het tijdstip. Auw, veel plezier nog. Ik zeg net, ik ben van Radio 54. Ja. Dit is R54 televisie. Ik zeg, ik zie dat hier allemaal mooie spullen liggen. Programmaboekjes, ja. En flyers. Maar hetgeen waar ik eigenlijk het meest in geïnteresseerd ben, wat ik zie, is zo'n mooi t-shirt. Het is een mooi t-shirt, ja, het zijn hele mooie t-shirts. Zijn voor €15 ben jij daar de eigenaar van? Ja, ik vind dat ik zelf ook een mooi t-shirt aan heb. Maar ik zou het heel erg leuk vinden als ik met een Free Funk Festival t-shirt terrein af kan gaan. Kun je mij daarbij helpen? Ja, ik mag dat niet zomaar weggeven. Ik sta hier ook maar als vrijwilliger. Ik ben niet van de organisatie, dus daar ga ik niet doen. Dus dan krijg ik dadelijk ruzie. Ik zeg net tegen een collega, hetgene waar ik het meest geïnteresseerd ben, als ik met zo'n t-shirt vanavond van het festival af zou kunnen lopen. Dat zou geweldig zijn. Dat weet je, jongen. Dan moet je eerst in je blote buik gaan. Dus, ik moet dan in mijn blote buik gaan? Ja, je moet eerst in je blote buik gaan, want wil je het festivalterrein afgaan? Dan moet je toch eerst je oude t-shirt uit hebben. En dan moet je dat even voor Vera. Vera, een hele leuke meid hier. Die blonde? Ja, met die blonde haren. En dan moet je even voor Vera, moet je toch even je sixpackje laten zien. Je ziet hier Vera, zie je lekker kijken. Ik had iemand. En Vera, wat is jouw reactie? Door mug wel wat zon. Dat ligt mug wat zon gebroken. Ik sta hier al heel de dag. Ja, ik vind het een mooi gezicht. Ik vind het een mooi kredel-to-kredel principe. Ik zit hier met mijn broertje. Met je broertje? Goeiedag. Broertje. Moet je kijken. En hoe heet je broertje? Bas. Bas, wat vind je van het festival? Ja, ik vind het tot nu toe nog echt super top. Echt kijk, gezellig, gewoon veel mensen die je kent en leuke muziek, dus ja, kan niet meer kapot, hè. Kom je uit Venlo? Ja. Ja, het is waanzinnig hier. Dus echt, de muziek, de mensen die je kent. Toevallig zitten we dan hier boven bij de VIP-ruimte, maar dus, onder en boven is gewoon waanzinnig. Hoe komt het dat jullie op de VIP-ruimte zitten en al die duizenden mensen niet? Nou, dus we hebben de hele avond eigenlijk onder gezeten, maar wij sponsoren de champagne en de wijn hier eigenlijk. Dus vandaar dat we hier boven zitten, dus ja. Heb je voor mij een lekker glaasje champagne? Natuurlijk. Ja, oh, ik was te snel. Op een geslaagd Free Funk, dag toch? Zullen we proosten op het wederzien van volgend jaar? Nou, ik ben hier sowieso volgend jaar en ik heb hier een geweldige dag gehad vandaag. En ik zou zeggen, ja, tot volgend jaar. Tot volgend jaar.